Via social media zijn vragen gesteld over darmkanker. Maagdarm- en leverartsdokter Frank Vleghaar zal die vragen beantwoorden. Wat is darmkanker? Darmkanker is een kwartaardige zwel uitgaande van de dikke darm. En, en zo'n kwartaardige zwel van de dikke darm die ontstaat eigenlijk uit een goedaardige polyp. Dat kun je hier mooi ook in het model zien. Hier zie je um, de dikke darm, de hele dikke darm in het model... Hier zie je gewoon normaal glad slijmvlies. En hier zie je kleine hobbeltjes erin ontstaan. En dat zijn polypen in de dikke darm. En als die polypen verder gaan groeien, dan kunnen ze uiteindelijk kwaadaardig worden. Dat zie je hier. Hier zie je een hele grote tumor eigenlijk zitten. En dat is dikke darmkanker. En wat zijn de symptomen van darmkanker? Het meest voorkomende symptoom van dikke darmkanker is dat je bloed bij de ontlasting krijgt. Nou kan dat altijd toch wel een keer gebeuren, dat je een keertje bloed bij de ontlasting hebt. Maar als dat blijft aanhouden, dat is regelmatig dat er bij de ontlasting bloed zit, dan kan dat een symptoom zijn van dikke darmkanker. Andere klachten die kunnen voorkomen bij dikke darmkanker is dat je ontlastingspatroon anders wordt. Wat is de meest gestelde vraag van patiënten? De meest gestelde vraag waar patiënten mee komen bij ons is eigenlijk van heb ik dikke darmkanker of heb ik het niet? En patiënten willen eigenlijk heel snel willen ze zekerheid hebben dat ze het liefst natuurlijk niet hebben. Uh, dus we hebben hier een, een snel diagnostiek uh, poli, waar patiënten, verwezen weliswaar door de huisarts, snel terecht kunnen binnen een paar dagen. En, en als er dan een verdenking is of dat mogelijk sprake zou kunnen zijn van dikke darmkanker, kunnen ze ook heel snel een coloscopie, dus een kijkonderzoek in de dikke darm bij ons krijgen. En eigenlijk weet je al. Tijdens die kodoscopie en kun je ook dan meteen daarna aan de patiënt melden of die wel of niet dikke darmkanker heeft. En op deze manier kun je ook patiënten uh, gelukkig meestal snel geruststellen dat ze geen dikke darmkanker hebben. Als je de ziekte van Crohn hebt, dan kun je dezelfde symptomen hebben als bij darmkanker. Hoe weet je dan als Crohn-patiënt of je eventueel darmkanker hebt? Wat wij doen bij patiënten met de ziekte van Crohn, die met name dan in de dikke darm zit, is dat als ze dat langdurig hebben, en dat wil zeggen dat ze dat langer dan acht jaar hebben, dan bieden we deze patiënten bieden we, uh, regelmatig een coloscopie aan, een dikke darmonderzoek. En bij die coloscopie kijken we dan de hele dikke darm na en nemen we ook overal weefselhapjes af om die te onderzoeken onder de microscoop, of er niet uh, voorlopers van dikke darmkanker bij Crohn uh, aanwezig zijn. Hoe ontwikkelt de techniek zich die gebruikt wordt bij het onderzoek? De techniek bij koloscopie ontwikkelt zich uh, heel snel en heel goed. Uh, bij nog wat ouderwetsere koloscopen, die kijken eigenlijk alleen maar vooruit en een klein beetje opzij. En bij de allernieuwste generatie uh, endoscopen, coloscopen, die kijken, alleen niet, die kijken niet alleen vooruit, maar die kijken ook helemaal rondom. Als er nou een polyp. Achter zo'n plooi zit en je kijkt alleen maar naar die plooi zelf, dan kun je die polyp tijdens een coloscopie missen en kun je hem ook niet behandelen. En door die nieuwe coloscopen, die dus helemaal rondom kijken en daardoor ook als het ware een beetje naar achteren achter die plooien kunnen kijken, kun je veel meer polypen detecteren en ook veel meer polypen eh, endoscopisch behandelen, waardoor je de kans op dikke darmkanker nog verder verlaagt. Wat is het beste om te doen als je twijfelt of je darmkanker hebt? Als mensen twijfelen over uh, of ze dikke darmkanker hebben of niet, dan raad ik ze aan om contact op te nemen met hun huisarts.